naartoe? Naar Fabeltjesland. Ja, naar Fabeltjesland. En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant? Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant. Er was daar eens een heel klein ventje dat rap met de velo kon rijden. En toen zeiden enige gasten, we gaan dat ventje doen koersen. En ze zetten Dirkske van zeten mollekes van de Westhoek, want zo noemde dat manneke lieve wildbuiskinderen op een echte koersvelo. En Dirkske begon te koersen en hij werd groter en groter en hij begon langzaam meer koersen te winnen. Ja, 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 kijkertjes, zo was dat. En toen, op een mooie dag, stond Dirkske van de Westhoek in Parijs tussen al de grootste renners die er waren. En ze begonnen samen aan een lange, lange tocht, helemaal tot in het noorden van Frankrijk. En die dag, lieve beeldbuiskinderen, gebeurde er iets wonderbaarlijks. Want vele uren later stonden hinder in het verre Roubaix duizenden mensen aan de voet van een groot podium. En ze juichten en klapten in de handen. En ze riepen, vive la vainqueur! En ver, ver boven hen stak dat manneke van de Westhoek. Een reuzentuil vol bloemen, hoog in de lucht. Want, lieve kijkertjes, Dirk de Mol had de schoonste koers van de hele wereld gewonnen. Hij was de Monsieur Paris-Roubaix. Ja, 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 beste kijkertjes, zo zie je maar. En toen, jaren later, rinkelde plots de telefoon. En waarom? Ze hadden hinter in Roubaix een echt monument opgericht. Ter ere van al die grote renners die in het verleden Paris-Roubaix hadden kunnen winnen. Ja, ja, ja. Echt waar, beste beeldbuiskinderen. En u zult vragen, wie stond hierop afgebeeld? Misschien wel Rick van Steenbergen of Roger de Vlaming. Misschien zelfs wel Eddy Merckx. Nee, 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 lieve kijkertjes. Het was Dirkske, dat manneke van de Westhoek, die daar wel 8 meter hoog op de stad stond neer te kijken. Wat denk je me daarvan? En grote Dirk is samen met zijn dochterke, dat nu reeds zo oud was, als toen hij zelf op de Westhoek begon rond te toeren, gaan kijken. En, lieve kijkertjes, wat een verrassing. We mochten allemaal mee. Zijn jullie klaar? Dan vertrekken we dadelijk samen naar Roubaix om dat groot monument zelf te bekijken. Wat zeg je me daarvan? Acabadabra, daar gaan we. Oh, lekker! Wat is dat? 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 Wat
terecht. Hij rok naar beneden, hè? Hij weer bij je hand in bloed zetten. Toch mee zijn deel van het werk doen. Gerard Ventschoten ook, uit de Zwitserse ploeg van Steve Bauer. Die een outsider is en alweer Dirk de Mol. Een tijdje achterin gezeten, maar nu vooraan. Dat is mee dat Schurer dus is platgereden. Daar zien we Dirk de Mol in het gras rijden, terwijl Jo op de kasseien blijft. Het padje, de Mol hobbelt er nu door, verliest weer zijn koppositie. En intussen is Veldschoten naar voren gekomen. Van Boekalville ook. Hier Michel Cornelis nog de Nederlander op de rug gezien. Zelf denk ik een beetje de koppen.
treffen we hier ook links daar Frank Boucanville. Dat is de laatste winnaar van Parijs-Roubaix voor amateurs. Hij won vorig jaar die amateursklassiekers. Moet zich hier dus goed opvoeren. En hier Dirk de Mol, dat is ook een man die zijn adelbrieven verdiend heeft bij de amateurs in Parijs-Roubaix, waar hij in 80 tweede werd achter Steven Roach. En in 81 vierde, 81 toen Kenny de Martelaire won. En hier dus Frank Boucanville. Wat uiteengevallen zijn op die kasseistroken met nog altijd Wegmuller, die een goede indruk laat, die Thomas Wegmuller, ploegmaat dus van Sean Kelly, die blijft beuken en anderen kunnen voorlopig niet mee. Links toch komt Dirk de Mol en die heeft een goede indruk, Dirk de Mol. Kijk maar eens hoe makkelijk hij rijdt op die kasseien. Ja, hij voelt zich hier thuis, dit kan zijn gloriedag worden, de anderen worden gelost. Dirk de Mol dus even weg, maar daar komt de betere weg al aan. Wel kan het de tweede Zwitserse overwinning in de geschiedenis worden met deze man, Thomas Wegmuller. Eerder in 1923 won Souter, die toen trouwens wel de dubbelslag lukte, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Of wordt het de 44ste Belgische overwinning. De Belgen hebben tot nog toe 43 keer Parijs-Roubaix gewonnen tegen 42 buitenlandse overwinningen. Het kan dus een gelijkspel worden vandaag. Kunnen we de stiefel? Ja. Ja, 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 ja. De voorsprong is normaal veilig genoeg, ze kunnen zich al wat permitteren. Ja, er zit toch nog wat plastic of papier in dat versnellingsapparaat. Alles is er dus niet uitgeraakt. Slurend over de weg nu, uitkijkend. De zenuwen nu ten top gespannen natuurlijk. Eén foutje kan je de zegen kosten. Hier heb je wel een vrij goed beeld ervan, hè? Ja, maar het werkt ook niet, dat hoor. De Mol lijkt mij op een iets kleine versnelling. Schakel nu groot, allebei precies dezelfde versnelling. We zien de voeten precies rondlijnen en daar komt Dirk de Mol. Wegmuller rechts, links Dirk de Mol. En Dirk de Mol neemt voorsprong. Wegmuller komt nu mee. Wegmuller komt nu mee. Dirk de Mol wint Parijs-Roubaix. Wat een verrassing, dames en heren. Wat een verrassing. De tweede opeenvolgende klassieke zege voor die ploeg. Van José de Kaver, Dirk de Mol wint dus voor Thomas Wegmuller. Het is zijn negende overwinning in zijn zevende proefseizoen, maar uiteraard veruit de
belangrijkste Parijs-Roubaix. Acht wedstrijden gewonnen, maar allemaal van minder niveau. En nu dus voegt hij daar Parijs-Roubaix aan toe. Het oordeel van een kenner, Roger de Vlaming. Dat hij niet weer op de eerste jaar heeft, hebben we gezegd, ja, het is de toekomst. Maar de man is ook al een jaar of 30 geloof ik. En toen eigenlijk voor Parijs-Roubaix. Ik zeg niet dat het spijtig is, maar het is toch een wedstrijd. Ja, ik geloof dat iedereen daar niet blij zal zijn. Als we eerlijk zijn, we moeten kunnen zeggen zoals het is, maar... Zacht de avond over Roubaix en duizenden lichtjes twinkelen nu op het reuzenbeeld van de kleine rakker van de Westhoek die een groot coureur werd. Ja, 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 zo zie je maar, lieve beeldbuiskinderen. Als je maar flink genoeg je best doet in het leven en hard genoeg ervoor werkt, dan worden sprookjes soms nog waar ook. En dat is nu juist de inhoud van dit mooie verhaal. Zo, en nu maar snel naar jullie warme nestjes. En denk eraan, snaveltjes dicht en oogjes toe. En, beste kijkertjes, droom deze nacht maar allemaal van Paris-Roubaix en stof en stenen en mensen die roepen vevelen van keur. En wie weet, misschien krijgen jullie op een mooie dag ook nog wel eens zo'n groot standbeeld als dat van Dirk de Mol. Slaap lekker. Dag. Deze special werd u graag aangeboden door Lucas TV. Sportliefhebbers, thans volgen beelden van de profwedstrijd te Wielsbeke met heel wat bekende gezichten. Zoals u zelf zult zien, kijkt u maar samen mee. Tot ziens. Was het al 35, want het was 34. 3400, ja. Ja, dat is goed. 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 Ja, dat is go
Thank you.
Wil je hem spelen? Dus de uiteindelijke winnaar zal dan worden Frank van den Broeke voor Frank Hooy, Michel Nottebaard en Peter Spaanhoven. Kijkt u samen nog even verder mee. Peter zet hier wat. Peter zet er wat, maar wat gaat het doen? Wat gaat het doen? Moet je al ook zo hebben. Ja, dan is er niemand op. Ja, dat is hier. Sportmannen, je krijgt ons op Lucas TV een verslag van de mountainbike-wedstrijd op 3 december 1994 te Bavikhoven. Terwijl de eerste deelnemers langzaam binnendruppelen, staat Roger de Vlaamijk reeds te trappelen om te vertrekken. Wat dat kort loteren? Ja, zijn een karfen niet. Dat ben je.
tonen. Kom ons maar op trein. Pap maar u wat ouder heet, die gaan er wat goed in. Super! Langzaam komen dus de grote namen zich melden. Johan en Eddy Museeuw, Frank Hoste, Roger de Vlaming, Dirk de Mol en Michiel van Haken. De heren hebben best nog zin in een lolletje, maar dat wordt straks wel anders. Ja, de zeef. Hij heeft dat gekost. Waarom heb je het niet? Ja.
Kom, doppel. Geel. Hij koor. Wat is er dan? Langzaam maken de grote kanonnen zich klaar om een gezamenlijke start te nemen om een eigen wedstrijd in de wedstrijd te rijden. En dat is veelbelovend. En daar gaan ze dus, met aan de leiding de Nederlander Kasper van der Meer, gevolgd door Michel van Haken, Nico Matan, Dirk de Mol, Johan Museeuw en de rest van de koproep. Hou, Zotski. Monsieur, kom achter ze. En we wachten dus op de grote kanonnen bij de eerste doortocht in de zeer moeilijke Distelbosdreef. En daar komen ze dus met van ver aan de leiding Michel van Haken. Michel van Haken, Dirk de Mol, Roger de Vlaming, Johan Museeuw, Nico Strings, Nico Matan, Ronnie van Dalen. Wie hebben we daar nog? En nog een paar minder bekende hoden gevolgd. Hallo. Wie komt er nog op, John? We krijgen een volledige hergroepering bij al de grote favorieten op het jachtpad langs het kanaal Ooijhem-Roeselare. Hey Donnie! Brik de Mol rijdt op zijn eentje voor de favorieten uit. En komt lelijk ten val. Beetje droek is hier. Hier ook weer erachter, dat voordeel. A zolder? Zullen? Ah, dat komt er niet. Op de zeer zware strook aan de overzijde van het kanaal te Engelmünster
komen de koplopers met aan de leiding Dirk de Mol. Gevolgd door Kasper van der Weer, Robbie van Dalen, een lichte afscheiding. Dirk de Mol, Kasper van der Weer, Robbie van Dalen, Johan Museeuw, Nico Strings, Geert de Mol, Michel van Haken, Frankie Boene. Er is weer een afscheiding van enkele tientallen meters. In de verte komt nu Roger de Vlaming met Nico Matan en Pascal de Smul. Oh, Pascal, kom erbij. De Mol weert zich als een duivel in een wijvatervat tegenover de grote namen die hem nu dicht op de hielen beginnen te zitten. Even een geharrewar van die welste. Iedereen reed zo wat door elkaar, maar het is wel degelijk. Op de grasstrook langs het water, Dirk de Mol die aan de leiding rijdt, gevolgd door Johan Museeuw en de Nederlander Kasper van der Weer. Wat verderop komt dan nu Roger de Vlaming, die naar Bandbroek een schitterende prestatie zal leveren om terug bij de koplopers te komen. En meteen de doortocht van het zware kasteelbos, de Oiha, wat aan de leiding, Michel van Haken. Robbie van Dalen, Johan Museeuw, een lichte afscheiding. Dirk de Mol, Roger de Vlaming, Nico Matan, weer een afscheiding. Frank van der Nabelo, Nico Strings. Kasper van der Meer, gevallen, leidt de achtervolging. Nu komt ook Frankie Boene voorbij. En even kijken. Hier is dus... Inderdaad, hier is pas Frank van der Nabelen, gelost uit de leidersgroep. Wachten nog even op verdere deelnemers. Enkele minder bekende goden. Mensen hebben ook hun werk gedaan. En... daar komt nu ook heer de Mol. Heer de Mol op weg naar Bavikhoven. Het is één kluwen van de renners momenteel. Daar rijdt het groepje met heer de Mol. We kijken terug het bos in. We krijgen we daar de bosseren. Ah, hier komt een groep met aan de leiding Pascal de Smul.
Pascal de Smul neemt de bocht, gevolgd door een moe gestreden Brik de Mol, op weg naar de meet aan het sportpark de Bavikhoven. Die bos zijn er bijna dat er een dikke punt vindt. Het parcours lag er goed bij. Het is wel, dus prima. Zoals u ziet, sportmannen hebben de heren het best naar hun zin. Na de aankomst als slot van deze leuke sportnamiddag hier te Bavikhoven, waar de mountainbike werd ingericht door oud-beroepsrenner Lieven Malfit. Maar er wordt nu een bedje aan hier. Wie is er nu aan het zien? Ik heb 15 minuten. Ik heb voor roer. Ik kan geen ook afgestoken, maar waar? Ik kan eerst mijn vinger door de vloer liggen. Rick had een mes bij mijn motor in buiten. Oh, voor het blok hoort mee, man. Kom het hier, ik weet het. 2,5 uur of zoiets. Ik ben er niet bijna nog 3 punten hier. Het hoort even. Dat is een auto voor mij, hè. Was je nog tussen, is laat vervoeren, hè. Je moet wel naar huis, hè. U hoort het, sportmannen, het had er best leuk aan toe hier te Bavikhoven. Dit is dus het einde van onze uitzending. We zijn u geen verwel maar tot wederhoren en met dank voor uw aandacht. Of je moet op het gemak rijden. Kom, kijk, want ik heb geen constant gekregen. Kan je zeggen, al was nog. Komen we naar de sporthallen? Nou, hoi, het rijden. Hier in de cafetaria. Ja. Ja. Ik kom dan straks, Dirk. Het heet de vierde dag. Oké, kom weer op. Zo, Luc. Ja. Ga je de zevende nepper aan je deur heen? Oké, okay, we wachten al in het begin als we vallen te nemen. Wauw, hoe goeiedag, sportliefhebbers. U krijgt nu beelden van wat inderdaad de laatste wedstrijd van het seizoen op Belgische bodem is, de grote sluitingsprijs van Putte Kapelle. En ergens is dit een historisch document. Vele van deze renners zullen er om een of andere reden volgend jaar niet meer bij zijn. Dus kijkt u maar mee. Ja? En we bevinden ons hier op Nederlandse bodem, alwaar de Palmansformatie voor de laatste maal in deze huidige vorm tezamenkomt.
Hij wil op orde, Wim. Waar is zijn nummer af? Dat jukt. Ja. Ja. Ja, kijk eens, het staat er ook al uit de vuur. Maar daar heb je gewoon een versnelling, hè? Ja, vind je dat? Ja, dat is ook een vriendin. Hoe komt dat? Er staat er een hoge koken tot je hebt gekregen. Ja, niet zo. Kijk, dat is juist te lang. Altijd een hoge koken. Ja, dat is wel een hoge. En deze man kent u wellicht, de zotte Fred Rompelberg, de werelduurrecordhouder achter motoren aan 268 km per uur, alsjeblieft. Ik nog wel, jongen, 48 meter. Luca. Waar zijn Paul en Dirk? En een vloer bij Wok. Vorige reis, Lokkie. Ja, lekker. Zo'n toort is hier lopen. Aan de overkant van de bonen. Kom. Oh, hij heeft er niet in. Laten we naar Vlaanderen los. Ja, dat is een rotaat, dat klaar is. Roubaix hier in het jaar 900, ja. Het is een Vlaamse, ja. Het komt van Oldenburg, he. Van Oldenburg. Stefanie van Zeven, wij zouden zeggen in Antwerpse. Erik van Langer en Jan Bogaert. Ja, 2 minuten kunnen we wel wachten natuurlijk. Dat is ik had dat Plankard was, die er eventjes terug. Ja, we wachten nog 1 minuutje dan wel. Oké, ja, ze heeft de vlag in de hoogte. Ja, ze heeft de nacht in de wagen, ze heeft de nacht in de wagen, ze heeft 268. Maar 160 rijden hier, hè? Jongens, maak er een sportieve en een aangename wedstrijd van. Dat de beste mogen winnen. Straf, denk eraan, komt alles mee. Zo. Een goede vaart en veel succes, dames en heren, dus dat is gegeven van deze 62e Nationale Sluitingsprijs in de Putkapper. En ook de GVA, ik ga dit van Antwerpen, blijft ook mee in Putkapelle, want morgen dan zijn beurt hier voor die premies. Dat zou ja, een eigen kunnen zijn in de rechter, dat zou een eigen vinden. Een van die drie, dat er beide Putkapelle zijn. Dan de hele groep hier. Ik heb een paar, ik heb een paar.
Ja, hij zit al te wend, hè? Thank you.
Voilà, dan vond. Het geldt dan niet, Ron. Het geldt dan niet, Ron. 0 of 2 of 3, hoor. Zeker weten. Ik was te hoog, ik dacht dan. Wil je eerst mijn vader alvast tegen je komen? Zeg? Ja, dat is ook alles. Zo sportliefhebbers, dat was het dan, je had het duidelijk kunnen meevolgen. Het was uiteindelijk Tom Steels die de sport van een vluchtersgroepje won voor Jelle Nijdam. Sportliefhebbers, hier eindigt dus het Belgische wielerseizoen. Met een beetje geluk, hopelijk tot volgend jaar. Tot ziens. Het lommelen wordt op een die. Goedemiddag sportliefhebbers, dit is het lieflijke dorpje Marquette in Frankrijk, alwaar we gaan kijken naar La Roue des As, een jaarlijks cyclocross voor renners en gentlemen, met dus onder meer van Franse zijde Laurent Pilon, de inrichter, et de senior Francis Moreau, Laurent Desbiens en vele anderen, en van Belgische kant Frank van den Broeke, Dirk de Mol, Marlix Capelle en Nico Matan. En daar gaan we. En Gilles, onze trouwe supporters, zijn op post. Reeds aan het proeven van de plaatselijke specialiteiten. Smaken niet zo best, blijkbaar. Dat is niet op zo'n mot. Oh. En hier zijn we klaar om te vertrekken naar het gemeentelijke park, alwaar in een prachtig kader de wedstrijd zal betwist worden. Binga. Inga. 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 Le départ prévu dans 10 minutes, c'est-à-dire à 15h15, on va faire une présentation de l'équipage sur la ligne de départ. Bah oui, allez-y. Pardon, t'as gêné. Reprends. Voilà, oui. C'est pas plus les épreuves de championnat, c'est-à-dire qu'elle comporte un équipage de deux individus, l'un un coureur en activité, l'autre une personnalité du sport ou un autre. Éventuellement, plusieurs capelles en attendant
le redresseur de l'équipe Cannes. Picard d'origine, mais l'ordiste de l'adoption avec Yves Delbo. C'est la deux routiers sprinteurs dont il pourra. Et c'est Didier Mellet qui offre le VTT de la Tombola. Tandis que Charles Gilbert, l'un de la qualité du comité des Flandres, et bien Marc Ignacy est associé à Robert Mikiewicz, ancien vainqueur des boucles de la Seine. Ou combien apprécié dans le club de star numéro 7. J'appelle Eddy Seigneur, le champion de France vainqueur de l'étape du Tour de France. Ou combien mémorable l'an passé. Qui ne l'aurait souhaité, mais il reste un dangereux concurrent, toujours prêt à l'offensive, comme il l'a prouvé sur les compétitions routières l'an passé notamment, où il a remporté Paris-Bruxelles. Je continue. Cédric Vasseur, vous connaissez tous, il est de Saint-Marc, c'est un nordiste de montagne, il a remporté le championnat de France du contre-la-montre par équipe. Il y a aussi quelques parties qui ne viennent de Roubaix dans la section amateur. Christophe Capel est un roulier sprinter, l'un est professionnel. Il s'agit de Capel, c'est l'une des plus fines vachettes du peloton international. Quant à Delto, il était l'un des meilleurs amateurs de la région, mais il a aujourd'hui levé un peu le pied. Laurent Desbiens, Jean-Louis Pupin, on vient de faire des questions de la guerre. Quant à Pupin, c'est l'homme qui s'est converti avec énormément de succès dans les potages de la voie électrique. Alice et moi, l'homme a été un baroudeur de premier ordre. Il va encore le prouver cette année, associé à Laurent Desbiens, je vous rappelle qu'il a encore 72 heures. Il figurait dans le peloton international de la Japan Cup. C'est-à-dire qu'il était il y a 72 heures au Japon, il est revenu expressément pour retrouver sa famille, c'est vrai. Et puis pour assurer le succès de la soirée de ses supporters, c'était hier soir à Roubaix. 94-95. Je ziet het, de gentlemen, ze nemen de eerste ronde voor hun rekening. En u herkent zeker van Belgische zijde de gebroeders Jean-Luc en Jean-Jacques van den Broeke. En de compagnon van Dirk de Mol zit goed in vierde positie. En ook Jean-Jacques van den Broeke, die met Marlix Capelle rijdt, zit zeker vooraan. En donc, Thomas Villa, chanteur, actuellement, en... Allez, bon, t'as en haut, Scott, ouais. Il y a quelques... C'est la moto, c'est le bout, c'est le bout. Notamment la famille de Laurier, mais... Ah, t'as la liste, en horizon. Quel du coup, il est en haut. Par le rythme imposé sur les premiers coups de pédale. Voilà. Coup de pédale. Mon Dieu, c'est pour lui qu'il arrive, mon équipier, car je voudrais pas être marqué sur une de en hier komen dan de renners met Frank van den Broeke vooraan en ook Dirk de Mol en Eddy Seigneur en Marnix Capal en Laurent Desbiens en Frédéric Frasseur. Het ziet er goed uit. Frank van den Broeke a repris la direction de l'opération et Didier Mené est tout juste derrière. En u weet het, de kleine van den Broeke wil altijd winnen en hij is er iets als een wilde man vandoor. Reeds een aanzienlijke voorsprong en Dirk de Mol zit in vierde positie. Daar komt hij goed zo wat, ja. Zo, dit komt hij goed, hè. Maar niet naar de hoogte.
Ja, dat is wel lang. Achtermorgen. Allez, Laurent. Oh, Martial est en train de refaire son retard. Allez, Francis. Aïe, il a pas assez braqué, me semble-t-il. Lui qui est pourtant à l'adepte des grosses spécifications. Je trouve que Francis, en l'occurrence, est en train de se ménager, des fois pas tout à fait la meilleure, le meilleur de lui-même. Encore qu'il a peut-être une tactique en vue et qu'il est prêt à passer la seconde. Francis enfin, À chaque fois qu'il passe devant vous, je vous demande de l'encourager. L'homme est talentueux, on le sait, il l'a prouvé à travers ses livres. Non, dans une des états à travers ses livres en Bruxelles, à travers une victoire à Cholet, une victoire, une des étapes de la Coupe de France. Les choses sont en train de jouer. Il retrouve petit à petit un peu de retard sur les hommes de tête et qu'elle se refuse. Attention à la rébellion. En dit is hier dus de wisselzone. We wachten nu op de aankomst. Nicolas attend avec Eric. Attention l'équipage, n'a rien perdu sur l'efficacité. Laurent Pion est toujours l'un des équipiers les plus appréciés du domaine. Gaillon qui essaye d'empêcher Thierry Bertrand de passer. Ah, il a peut-être pu, mais il a toujours autant de métier. Et là, on fait un petit peu de pression. Et il va essayer de se faire débarquer. Non, il va pas essayer de se faire débarquer. Et les hommes viennent de passer le relais. Et entendent bien montrer leur couleur jusqu'à l'extrémité de la compétition. Valérie Naval est en train de récupérer lui, l'ancien acteur de Paris-Roubaix. Le sociétaire de l'équipe Palmans, Virdemol. Donc vous vous souvenez qu'il avait signé une des plus belles pages de sa carrière lors de Paris-Roubaix. Didier Valeurchel, avec sa arme coutumière, n'a pas déjà... C'est la numéro 1 Francis Moreau, Martial Gaillon. Ah voilà, mais il, ça n'est pas encore terminé pour autant car il a disputé le 11 novembre. En daar gaan we de laatste ronde in en we geven nu eens nu de uitslag zoals wij die zagen. Eerste werd dus Frank van den Broeke, tweede Francis Moreau, derde Laurent Desbiens, vierde Dirk de Mol en achtste Marnix Capelle. Il a bien fait d'y venir car il ne s'attendait pas à souffrir tout autant. Tandis qu'ici Christophe Capelle, l'un des routiers sprinteurs de l'équipe GAN, en termine également. Et que Jean-Luc Vendée-Boudénos, l'un des hommes qui termine à deuxième notamment de Milan-Sanremo, vient de passer le relais à Élu. Extrêmement plaisant et sous un soleil magnifique qui fait honneur à la ville de Marquette, laquelle a mis sur pied une heure. Il me semble que les carottes sont cuites pour les meilleurs. Franck Vandenbroek. Pour l'homme, l'équipe de bien vient de passer en seconde position, dit-on, qu'on a acquis, mais rien n'est encore fini. Il reste encore quelques hectomètres avant de connaître le verdict définitif. Et France, Jean-Luc Vandenbroek avec Eddie Seigneur, le champion de France, et de ceux qui ne veulent pas abdiquer et résistent, tout comme Didier Valeurchel et Laurent Pilon, celui qui a été l'instigateur de cet après-midi, Laurent Pilon, et dont il défendra encore les couleurs la saison prochaine. Ouais, par rapport à l'année dernière. Fouque, qui en termine maintenant, qui va nous rejoindre sur le podium pour De Keller, lui qui était associé à Richard Huard. L'un est un triathlète, l'autre est un des grands espoirs du cyclisme mondial. Il l'a déjà prouvé à maintes reprises, notamment en remportant Paris-Bruxelles. C'est Laurent Desbiens qui finit de second. Ah voilà, remarquable remontée de Laurent Desbiens en fin de parcours. Il a eu un très brillant professionnel sous les couleurs
de la Redoute, mais aussi un très très brillant amateur, Francis Moreau, qui lui revient de Colombie. Tiens, Francis, t'as récupéré, là, viens là. Viens là nous dire un petit peu tes impressions, non seulement sur cet après-midi, sur Laurent Pilon, qui est l'un de tes amis, mais également sur la façon... Quand j'ai deux ans les dames, comme j'ai appris, connu au stade. D'accord. Allez, Sean, als ik er mee ga wandelen, laat hem niet los noemen. Ja, nee, voilà. Je zal het er goed voor. Ja. Ciao. Sono laggiù al centro, per pagare. Io lo so, vado là con lui. Che ti chiedo a te? Questo? Ciao. Ciao. Questo Dirk. Vale. Candelo. C'è qualcuno che da qui viene alla debatte? La Keken che da ici viene alla debatte? Ma carica di non è possibile con la macchina. Allora io vengo con lei. Ma dopo lui sto là con me, che tanto se sto con me ti ritrovo. Sì. Patrick è venuto e si ha detto... No. Calls. Ja. Nee, dat niet waar. En een Doberman, een Rottweiler. Ja, maar een Doberman bij al onze zouden niet weten. Kan ze van zien, hè? Ja, maar ja, van er niet te veel in zijn. Leerknop. Leerknop, Annie. Leerknop. Waar moet dat leerknop zijn? Ja, mag ik niet zoeken losraken? Ja, dat hebben we ze los er rond. Dat is ook nog een pootje. Moze pootje. Is het een pootje tussen zitten? Allee, dat is een zwaar pootje. Lekker, hè? Bene, bene. Te vaak aan hier, aujourd'hui, ici? Hé? Te vaak aan hier, ici? No. No? Naar Palafon, pour gagner. Oh, ça rien d'être notre ici. Petit criterium de rien d'être notre ici. Ik ga het om. Ik ga hier proberen. Ik kan dat met Sophie en dan nog een keer in. Maar niet bij. Maar ik ken dat ook niet. Zijn een bos uit in de helden? Ja, we zien het. Wie is de... Hier kan ik de van Hé! Hé, aan de kant. Aan de kant. Waar? Is dat een andere? Kom er dan naar hier? Ik zet weer ook eens. Dat was een normaal. Bonjour. Goeie, wat kan er nog binnen? Een landje! Jawel. Hebben we nog binnen? Zullen we de rek al doorraden? Rooi. Dat kan wel opgeven. Yes. Goed. Ja.
Is de niet de bikken ook mooi? Dat is wel mooi. De jongste keer, ja. Kom maar mee, hè. Ik zou wat dat er door weer gebeurt. Heel goed. Ik een handje. Wie is dat? Houd de Wilfried. Huh? Ik een handje. Ik een handje. Goed, Sietje. Wat? En dan wat? Batterijen, verdomme. Ik heb vandaag, vanmorgen de kloppen 8 kilo. 8 kilo? Hoe 8 kilo? Hé, dat kost geld voor de fiets. Lucht. Ik ben me helemaal mee rijden. Hij pompt mijn tuben op. Zeg, hé. Je ziet nog hier verbinden roken, dat heb ik al lang daar, jongen. En nog een merk, jongen? Is dat niet in orde? Hoe lang ben jij nog? Ik ben hier niet meer. Ik heb nog twee, hè?
zeker. Wat dat ook? Leuk, hè? Je maakt nog eens gaan klappen. 7. Wel. Ik ben blij dat Driks gestopt met een gezet. Dat wat? Ik Driks gestopt met een gezet en met een rijden erop. Wie? Driks. Ah, ah ja, Driks. En van leven, moet je dat draaien, anders stopt zeker, hè? Ja. Hij weet nog niet. En klappen ze een nummer al? Nee, die zit op de nummer. 7 toeren. Kapot, dat moet ik nog aan de baan. Ah, spullen. Ik heb van dinsdag. Ga spinnen dan. Ja, Pieter. Ja. Dan moet je blijven liggen, zeker? Ja, ik ga niet kopen. Oh. Ik ga er reserve in. Ik ga het gewoon kopen achteraf. Carlo Bommers, dat zou je schoenen van nergens zijn, hè? Kan het nog gaan spelen bij de Boetmaars, of... Kan het dus vrangen lagen, hè? Dat laat lekker, hè? Zeg, kan het dus vrangen lagen? Mag je mee? West. Ik heb je zien op tv, hoor. Ja? Op je tv. Papa, mama, mama mee. Houd dan de sport al, hè. Mama mee. Jij. Het is jij er niet dat we naar mee kunnen. Oh, zou wel gaan. Film hebben we receptie hier. Wat een joh. Hallo. Ik ben convoyeur. Bij mij was je ook wat te verliezen. Eerst aan mijn thermostaat. Hoe ging dat? Een andere thermostaat. Dat is de schip van sport van de stad hier. Ah, zo, van de stad Babegouwer. Ja. Van de stad Orlebeke. Dat is iets groter dan als Gent, zeker, hè? Ja. Dat wel. Ah, wel.
Zijn dingen vanaf gepakt, Borsten? Ja, dat is wel. Ik heb nu al een wiel tekort hier. Ik ben niet meer. Ik ben niet meer. Ja. En Gianni had je niet meer. Worden zou ze meegelopen op Brussel? Ja. Zijn vrouw is niet waar. En Sjana ging met Veronique naar de koers gaan. Hoe is het mogelijk? Wat bleef? Zijn Sjana ging met Veronique en Gianni naar de koers gaan. Zijn tussen. Jonkele. Ja. Ze gaan even weer een keer te zien. Helemaal. Zijn de klanen vanachter? Ja. Is dat een pomper? Pomper, ja, dat is een aan de deur. Zal ik Veronique en Gianni meebrengen, Zadol? Rennie, wat? Ah ja, waar had ik hem nog wel eens? Ik denk dat Veronique en Gianni naar de boer zijn. Zijn met je lief misschien naar Gianni? Nee. Ja, dat vind ik. Nee, we gaan hier. Dat ze ook matten niet over dat ze meer door. Dat kan doen. Oh, wat ja. Ja, dat moeten we erin gaan. Foto aan de overkant aan de oog. Foto voor de zat aan de overkant aan de oog. Ik heb een hele. 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 Ik heb een hele.
kan maar één erin. Ja. Kom op. Zie je er? Ja, dat is een bommen. Molje? Dat is een Ja. Een beetje dichter tegen mijn koren wel. Een beetje dichter. Ja, maar dan kom je komen rijden. De burgemeester van Bouwen. Heb je nu een Paul? Die met zijn lelijke bieren is ook nog, hè? Wacht. Ja, dat is een Plaats in de Ronde van Vlaanderen 91, het kapte
van de vierde ronde. En te plaatsen kwam dus Dirk de Mol met Jan. Peter Pijn, dames en heren, staat geboekt. Zijn ze doen met 1 overwinning bij de liefhebbers. Waar ik hem door iedere keer met zijn notenvlak in de hand. Ik denk dat ze nog een kwart was. Dat vind ik al een twee ringen. Kijk nou van die onderwinnaar zo. Dit is best wel wat. Voor onze cyclosportieven.